Veranderende wereld door Ray Dalio. De tijden die voor ons liggen zullen radicaal anders zijn dan de tijden die we in ons leven hebben meegemaakt. Hoe weet Ray Dalio dat? Nou, omdat ze altijd zo zijn geweest. Dalio zegt, gedurende 50 jaar wereldwijd macro-economisch beleggen, heb ik geleerd dat de belangrijkste gebeurtenissen die mij verrasten, dat deden omdat ze nooit in mijn leven plaatsvonden. Deze pijnlijke verrassingen brachten de auteur ertoe de geschiedenis van de laatste 500 jaar te bestuderen op zoek naar vergelijkbare situaties. En het blijkt dat de dingen die vandaag gebeuren niet nieuw zijn. Het is inderdaad al vele malen eerder gebeurd, met de ups en downs van het Nederlandse, Britse en Amerikaanse imperium. En elke keer dat ze dat deden, was een teken van de veranderende wereldorde. Dalio zegt, in 1971, toen ik nog een jonge bediende was op de beurs van New York, raakte de VS door hun geld heen en kwamen hun schulden niet meer na. Hoe? Nou, in die tijd was goud het geld dat gebruikt werd bij transacties tussen landen. Papiergeld, zoals de dollar, was als cheques in een chequeboekje. Het had geen andere waarde dan dat het kon worden ingewisseld voor goud, wat het echte geld was. In die tijd gaven de Verenigde Staten veel meer geld uit dan ze verdienden door veel meer van die papieren cheques uit te schrijven dan ze goud op de bank hadden om ervoor in te wisselen. Toen de mensen deze cheques inleverden bij de bank voor goudgeld, begon de hoeveelheid goud in Amerika te slinken. Het werd al snel duidelijk dat de VS zijn belofte voor al het bestaande papiergeld niet kon nakomen. Dus haasten de mensen die dollars hadden zich om ze in te wisselen voordat het goud op was. Toen hij besefte dat de VS geen echt geld meer had, vertelde president Nixon op zondagavond 15 augustus de wereld dat de VS hun belofte braken om mensen hun dollars te laten inwisselen voor goud. Natuurlijk zei hij het niet op die manier. Hij zei het diplomatieker, zonder duidelijk te maken dat de Verenigde Staten in gebreken bleven. Nixon schortte de onwisselbaarheid van dollars in goud tijdelijk op. 31 jaar zijn verstreken sinds die tijdelijke opschorting aankondiging en die opschorting is nog steeds actief. Dalio zegt, ik verwachtte dat de beurs de volgende dag zou instorten, dus ik ging vroeg naar de beurs om me voor te bereiden. Maar toen de bel ging, steeg de markt. Heel erg. En steeg bijna 25%. Dat verbaasde me, omdat ik nog nooit een devaluatie van een munt had meegemaakt. Toen ik in de geschiedenis dook, ontdekte ik dat precies hetzelfde in 1933 was gebeurd en precies hetzelfde effect had. In 1933 waren papieren dollars ook gekoppeld aan goud. En op dezelfde manier gaven de VS meer papieren geldchecks uit dan ze goud hadden om ze in te wisselen. En president Roosevelt kondigde op de radio aan dat hij de belofte van het land om dollars in te wisselen voor goud zou breken. In beide gevallen maakte het verbreken van de band met goud het de VS mogelijk meer uit te blijven geven dan het verdiende. Eenvoudigweg door meer papieren dollars te drukken. Aangezien het aantal dollars toenam zonder dat de rijkdom van het land toenam, daalde de waarde van elke dollar. Aangezien deze nieuwe dollars op de markt kwamen zonder een overeenkomstige stijging van de productiviteit, gingen zij veel aandelen, goud en grondstoffen kopen en deden zij de prijzen daarvan stijgen. Dalio zegt dat toen ik meer geschiedenis begon te studeren, ik zag dat precies hetzelfde al vele malen eerder was gebeurd. Ik zag dat sinds het begin der tijden, wanneer regeringen veel meer uitgaven dan ze aan belastingen ontvingen en de omstandigheden slecht werden, ze zonder geld kwamen te zitten en ze meer nodig hadden. Dus drukten ze meer, veel meer, waardoor de waarde ervan daalde en de prijzen van alles, inclusief aandelen, goud en grondstoffen, stegen. Toen leerde ik voor het eerst het principe dat als centrale banken veel geld drukken om een crisis te verlichten, de waarde van aandelen, goud en grondstoffen zal stijgen en de waarde van papiergeld zal dalen. Dit drukken van geld is ook wat er in 2008 gebeurde om de hypotheekgedreven schuldencrisis te verlichten. En in 2020 om de pandemiegedreven economische crisis te verlichten. En het zal vrijwel zeker ook in de toekomst gebeuren. Ik herhaal, het zal zeker gebeuren in de toekomst. Dus ik stel voor dat u dit principe in gedachten houdt.
Een ander principe dat u in gedachten moet houden is dit. Om te begrijpen wat er op u afkomt, moet u begrijpen wat er voor u gebeurde. Dit principe hielp Dalio om te bestuderen hoe de zeepbel van de Roaring Twenties veranderde in de depressie van de jaren 1930, waardoor hij kon anticiperen op en profiteren van de zeepbel van 2008. Al deze ervaringen spoorden de auteur aan om naar het verleden te kijken voor vergelijkbare situaties om te leren hoe u de toekomst goed kunt aanpakken. Dalio zegt dat er 3 grote dingen waren die niet in mijn leven waren gebeurd, wat mij ertoe aanzette deze studie te doen. Als eerste, landen hadden niet genoeg geld om hun schulden af te betalen. Zelfs niet nadat ze de rente tot 0 hadden verlaagd. Dus begonnen hun centrale banken veel geld bij te drukken. Ten tweede, grote interne conflicten ontstaan als gevolg van groeiende verschillen in rijkdom en waarde. Dit uitte zich in politiek populisme en polarisatie tussen links, dat de rijkdom wil herverdelen, en rechts, dat de bezitters van de rijkdom wil verdedigen. En als derde, toenemend extern conflict tussen een opkomende grote macht en de leidende grote macht, zoals nu het geval is met China en de Verenigde Staten. Dus ik keek terug. Ik zag dat al deze 3 eerder waren gebeurd, vele malen. En bijna altijd leiden ze tot veranderende binnenlandse en wereldorders. De laatste keer dat dit gebeurde was van 1930 tot 1945. Wat is een order precies? Dat zou u zich kunnen afvragen. Het is een bestuurssysteem voor mensen die met elkaar te maken hebben. Er zijn interne regels voor het bestuur binnen landen die meestal zijn vastgelegd in grondwetten. En er is een wereldorde voor het bestuur tussen landen, die meestal is vastgelegd in verdragen. Orders binnen landen veranderen op andere momenten dan wereldorders. Orders binnen of tussen landen veranderen gewoonlijk na oorlogen. Burgeroorlogen binnen landen, internationale oorlogen tussen landen, ze ontstaan wanneer revolutionaire nieuwe krachten zwakke oude orders verslaan. De interne order van de VS bijvoorbeeld werd in 1789, na de Amerikaanse revolutie, in de grondwet vastgelegd en functioneert nu nog steeds, zelfs na de Amerikaanse burgeroorlog. Rusland ontdeed zich van zijn oude orde en vestigde een nieuwe met de Russische revolutie in 1917, die in 1991 eindigde met een betrekkelijk bloedeloze revolutie. China begon zijn huidige interne order in 1949, toen de Chinese Communistische Partij de burgeroorlog won. U snapt het wel. De huidige wereldorde, die gewoonlijk de Amerikaanse wereldorde wordt genoemd, is tot stand gekomen na de overwinning van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog, toen de VS zich ontpopte als de dominante wereldmacht. Het werd vastgelegd in overeenkomsten en verdragen voor de wijze waarop het mondiale bestuur en het monetaire stelsel werken. In 1944 werd het nieuwe wereldmuntstelsel vastgesteld in de overeenkomst van Bretton Woods en werd de dollar de belangrijkste reservemunt van de wereld. Een reservemunt is een munteenheid die overal ter wereld wordt aanvaard en het hebben ervan is een sleutelfactor voor een land om het rijkste en machtigste rijk te worden. Met een nieuwe dominante macht begint een nieuwe wereldorde. Deze veranderingen vinden plaats in een tijdloze en universele cyclus die ik de grote cyclus noem. Dalio bestudeerde de 10 machtigste imperia van de laatste 500 jaar en de laatste 3 reservevaluta's. De opkomst en ondergang van het Nederlandse Rijk en zijn munt genaamd gulden. Het Britse Rijk en het pond, het Amerikaanse Rijk en de dollar. De ondergang en opkomst van het Chinese keizerrijk en zijn munteenheden, alsmede de opkomst en ondergang van het Spaanse, Duitse, Franse, Indiase, Japanse, Russische en Ottomaanse keizerrijk. De opkomst en ondergang van al deze imperia verliep op een vergelijkbare manier. Laten we nu eens kijken naar de typische opeenvolging van gebeurtenissen in een land of imperium die tot deze stijgingen en dalingen leiden. In een notendop begint de grote cyclus gewoonlijk na een groot conflict, vaak een oorlog die de nieuwe leidende macht en de nieuwe wereldorde vestigt. Omdat niemand deze macht wil betwisten, volgt er een periode van vrede en welvaart,
omdat de mensen gewend raken aan deze vrede en welvaart en er steeds meer op rekenen dat deze zullen voortduren. Ze lenen geld om dat te doen, wat uiteindelijk leidt tot een financiële zeepbel. Het aandeel van het imperium in de handel groeit en wanneer de meeste transacties in zijn munt worden verricht, wordt het een reservevaluta, hetgeen tot nog meer leningen leidt. Tegelijkertijd zorgt deze toegenomen welvaart voor een ongelijke verdeling van de rijkdom, zodat de welvaartskloof tussen arm en rijk doorgaans groter wordt. Uiteindelijk barst de financiële zeepbel, wat leidt tot het drukken van geld en toenemende interne conflicten tussen de rijken en de armen, wat leidt tot een of andere vorm van revolutie om de rijkdom te herverdelen. Dit kan vreedzaam gebeuren of in de vorm van een burgeroorlog. Terwijl het Rijk worstelt met dit interne conflict, neemt zijn macht af ten opzichte van externe rivaliserende machten die in opkomst zijn. Wanneer een nieuwe opkomende macht sterk genoeg wordt om met de dominante macht te concurreren, vinden externe conflicten, meestal oorlogen, plaats. Uit deze interne en externe oorlogen komen nieuwe winnaars en verliezers voort. Dan komen de winnaars samen om de nieuwe wereldorde te creëren en de cyclus begint opnieuw. Als u terugkijkt in de geschiedenis, kunt u gemakkelijk zien dat deze grote cyclus, die ik zojuist beschreef, zich herhaalt en zelfs helemaal teruggaat tot het Romeinse Rijk. Net als imperia doorloopt ook de mens cycli, zoals geboorte, volwassenheid, zwakheid en onvermijdelijke dood. Menselijke levenscycli zijn niet precies hetzelfde. Zelfs als we weten dat de gemiddelde mens, laten we zeggen, 80 jaar leeft, leven sommige mensen uiteindelijk veel korter en anderen langer. Hoewel leeftijd een goede indicator is om te begrijpen in welke cyclus de persoon zich bevindt en wanneer hij zal sterven. Maar een veel betere manier is te kijken naar gezondheidsindicatoren. Door te kijken naar de gezondheidsindicatoren van de persoon, dieet en lichaamsbeweging, kunt u vrij goede voorspellingen geven. Hetzelfde kan gedaan worden met imperiums. Dalio zegt dat ik door de vitale indicatoren in de gaten te houden, kon zien in welke fase een land zich bevond, wat me hielp te anticiperen op wat er waarschijnlijk zou komen. Geef me nu een paar minuten en ik geef u de laatste 500 jaar geschiedenis en laat u de vergelijkbare patronen zien in het Nederlands, Britse, Amerikaanse en Chinese Rijk. 500 jaar van grote cyclussen. Ik ga de typische cyclus beschrijven door hem in drie fasen te verdelen. De opkomst, de top en de achteruitgang. De opkomst. De opkomst begint meestal als machtige revolutionaire leiders vier dingen doen. Eerste, zij winnen de macht door meer steun te verwerven dan de oppositie. Tweede, zij consolideren de macht door de oppositie te bekeren, te verzwakken of uit te schakelen, zodat niemand hen in de weg staat. Derde, zij zetten systemen en instellingen op die ervoor zorgen dat het land goed functioneert. En vierde, zij verkiezen hun opvolgers goed uit of creëren systemen die dat doen. Want een groot rijk vergt vele grote leiders over verschillende generaties. In dit stadium, kort na het winnen van de strijd, is er gewoonlijk een periode van vrede en groeiende welvaart, omdat het leiderschap duidelijk dominant is en brede steun geniet, zodat niemand het wil bestrijden. In deze fase moeten de leiders in het land een uitstekend systeem ontwerpen om de rijkdom en macht van het land te verhogen. Om groot te zijn moeten zij eerst en vooral een sterke opleiding hebben die niet alleen kennis en vaardigheden bijbrengt, maar ook sterk karakter, burgerzin en arbeidsethos. Deze worden doorgaans aangeleerd in het gezin, op school en in religieuze instellingen, wat zorgt voor een gezond respect voor regels en wetten, orde in de samenleving, weinig corruptie en de mogelijkheid zich te verenigen achter een gemeenschappelijk doel en goed samen te werken. Terwijl zij dit doen, verschuiven zij steeds meer van het produceren van basisproducten naar het innoveren en uitvinden van nieuwe technologieën. Zo stegen de Nederlanders op om het rijk van de Habsburgers te verslaan en werden zij uitstekend opgeleid. Zij werden zo vindingrijk dat ze een kwart van alle belangrijke uitvindingen ter wereld deden,
waarvan de belangrijkste de uitvinding was van schepen die de wereld rond konden varen om grote rijkdommen te vergaren en de uitvinding van het kapitalisme, zoals wij dat nu kennen, om die reizen te financieren. Als gevolg van al dat bovenstaande worden de mensen in het land productiever en concurrerender op de wereldmarkten, wat tot uiting komt in hun groeiende economische productie en stijgend aandeel in de wereldhandel. U kunt dit nu zien gebeuren aangezien de VS en China ruwweg vergelijkbaar zijn in zowel hun economische output als hun aandeel in de wereldhandel. Naarmate landen meer wereldwijd handel drijven, moeten zij hun handelsroutes en hun buitenlandse belangen beschermen tegen aanvallen, zodat zij een grote militaire kracht ontwikkelen. Als deze cyclus goed verloopt, leidt hij tot sterke inkomensgroei die kan worden gebruikt om investeringen in onderwijsinfrastructuur, onderzoek en ontwikkeling te financieren. In al deze gevallen gebruiken de meest succesvolle imperia een kapitalistische aanpak om productieve ondernemers te ontwikkelen. Gebruikte zelfs China, dat wordt geleid door de Chinese Communistische Partij, de vorm van deze kapitalistische aanpak. Deng Xiaoping, toen hem hierna gevraagd werd, zei: "Het maakt niet uit of het een witte of een zwarte kat is, zolang hij maar muizen vangt. En het is heerlijk om rijk te zijn." Om dit goed te doen moeten zij hun kapitaalmarkten ontwikkelen, met name hun krediet-, obligatie- en aandelenmarkten. Dat stelt mensen in staat hun spaargeld om te zetten in investeringen om uitvindingen en ontwikkeling te financieren. De Nederlanders creëerden de eerste beursgenoteerde onderneming, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, en de eerste effectenbeurs om deze te financieren. Als natuurlijk gevolg daarvan ontwikkelden de grootste imperia de belangrijkste financiële centra ter wereld voor het aantrekken en distribueren van het kapitaal van de wereld. Amsterdam was het financiële centrum van de wereld toen de Nederlanders aan de macht waren. Londen toen de Britten aan de top stonden, New York nu en China ontwikkelt snel zijn financiële centra. Om te slagen moeten vooral de kapitalisten, de regeringen en het leger samenwerken. De Nederlandse Oost-Indische Compagnie kreeg bijvoorbeeld een handelsmonopolie van de regering en had een eigen leger om de wereldmarkten op te gaan om rijkdom te vergaren en te veroveren. De Britten volgden met de British East India Company en hadden een soortgelijke coördinatie van hun regeringszaken en militaire operaties. Het militair-industrieel complex van de VS volgde hetzelfde, net als het huidige Chinese systeem. Aangezien het land het grootste internationale handelsimperium wordt, kunnen zij transacties met zijn munt worden betaald, waardoor het wereldwijd het geprefereerde ruilmiddel wordt. En omdat hun munt zo wijd en zijd wordt aanvaard en zo vaak wordt gebruikt, willen mensen overal ter wereld erin sparen, waardoor het de favoriete opslagplaats van rijkdom wordt en dus werelds belangrijkste reservevaluta. De gulden was de belangrijkste reservemunt van de wereld toen de Nederlanders de wereldhandel leidden. Het pond was dat toen de Britten leidden en de dollar is dat sinds de VS leiden. Natuurlijk wordt de Chinese munt steeds meer gebruikt als reservevaluta. Het hebben van een reservevaluta stelt het Rijk in staat meer te lenen dan andere landen. Dat voordeel is enorm. Denk er eens over na. Mensen over de hele wereld staan te popelen om te sparen en dus hun valuta terug te lenen aan het imperium. Landen zonder reservemunt hebben dat niet. En als het eigen geld van het Rijk op is, kunnen ze altijd meer bijdrukken. Net zoals de Verenigde Staten deden in 1971. Weet u nog? Het exorbitante voorrecht van de reservemunt van het Rijk leidt tot meer lenen en het begin van een financiële zeepbel. Alle imperia die de machtigste ter wereld werden, volgden deze weg naar de top. Wanneer mensen in deze rijke en machtige landen meer verdienen, wordt het duurder om hen in dienst te nemen. Hetgeen betekent dat zij minder concurrerend zijn ten opzichte van mensen in andere landen die bereid zijn voor minder te werken. Tegelijkertijd kopiëren mensen in andere landen op natuurlijke wijze de methoden en technologieën van de leidende macht, waardoor het concurrentievermogen van de leidende macht nog verder afneemt. Britse scheepsbouwers hadden bijvoorbeeld minder dure arbeiders dan Nederlandse,
Dus huurde zij Nederlandse ontwerpers in om betere schepen te ontwerpen die door goedkopere Britse arbeiders werden gebouwd, waardoor zij beter konden concurreren, waardoor de Britten hoger en de Nederlanders lager werden. Als mensen rijker worden, werken ze niet meer hard. Ze genieten van meer vrije tijd, streven de fijnere en minder productieve dingen in het leven na. Waarden veranderen van generatie op generatie tijdens de opgang naar de top. Van degene die moesten vechten om rijkdom en macht te verwerven, tot degene die het geërfd hebben. Ze raken gewend aan het gemakkelijke leven, wat hen kwetsbaarder maakt voor uitdagingen. De Gouden Eeuw van het Nederlandse Keizerrijk en het Victoriaanse tijdperk van het Britse Keizerrijk waren zulke perioden van hoge welvaart. Naarmate mensen gewend raken aan goede tijden, gaan ze er steeds meer op gokken dat de goede tijden zullen aanhouden en lenen ze geld om dat te doen, wat uitgroeit tot financiële zeepbellen. Natuurlijk komen de financiële winsten ongelijk verdeeld, zodat de welvaartskloof groeit. De verschillen in rijkdom versterken zichzelf omdat rijke mensen hun grotere middelen gebruiken om hun macht te versterken. Zij geven bijvoorbeeld grotere privileges aan hun kinderen, zoals beter onderwijs, en zij beïnvloeden het politieke systeem in hun voordeel. Hierdoor groeit de kloof tussen arm en rijk. Degenen die het minder goed hebben voelen dat het systeem onrechtvaardig is en dus groeit de wrok. Maar zolang de levensstandaard van de meeste mensen blijft stijgen, lopen deze kloven en wrok niet uit op conflicten. Het bezit van de reservevaluta van de wereld leidt onvermijdelijk tot het aangaan van buitensporige leningen en draagt ertoe bij dat het land grote schulden opbouwt bij buitenlandse geldschieters. Hoewel dit de koopkracht op korte termijn stimuleert, verzwakt het de financiële gezondheid van het land en verzwakt het de munt op lange termijn. Met andere woorden, wanneer er veel geleend en uitgegeven wordt, lijkt het Rijk zeer sterk, maar worden de financiën in feite verzwakt. Het lenen ondersteunt de macht van het land en het is militair. Het is onvermijdelijk dat de kosten voor het behoud en de verdediging van het Rijk hoger worden dan de inkomsten die het oplevert, zodat het hebben van een rijk onrendabel wordt. Het Nederlandse Keizerrijk bijvoorbeeld breidde zich uit over de hele wereld en voerde de ene na de andere steeds duurdere oorlog met de Britten en andere Europese mogendheden om zijn grondgebied en handelsroutes te beschermen. Het Britse Rijk werd op dezelfde manier massaal bureaucratisch en verloor zijn concurrentievoordelen. De VS hebben sinds 11 september 2001 ongeveer 8 triljoen dollar uitgegeven aan buitenlandse oorlogen en de gevolgen daarvan. En nog eens triljoenen meer voor andere militaire operaties en voor de ondersteuning van militaire bases in 70 landen. En ze geven nog steeds niet genoeg uit om hun militaire concurrentie met China in het gebied rond China te ondersteunen. In deze cyclus steken de rijkere landen zich uiteindelijk dieper in de schulden door te lenen van armere landen die meer sparen. Het is een van de eerste tekenen van een verschuiving van rijkdom en macht. Dit begon in de Verenigde Staten in de jaren 80, toen het inkomen per hoofd van de bevolking 40 keer hoger was dan dat van China. Maar het land begon te lenen van Chinezen die in dollars wilden sparen omdat de dollar de reservevaluta van de wereld was. Evenzo leenden de Britten veel geld van hun armere koloniën en deden de Nederlanders hetzelfde aan hun top. Als het Rijk geen nieuwe geldschieters meer heeft, beginnen de geldschieters te verkopen en weg te gaan. En de kracht van het Rijk begint af te nemen. De neergang. De neergang is het gevolg van interne economische zwakte in combinatie met interne strijd of kostbare externe strijd of beide. Kenmerkend is dat de neergang geleidelijk en dan zeer plotseling komt. Wanneer de schulden erg groot worden en er een economische terugval komt en het Rijk niet langer het geld kan lenen dat nodig is om zijn schulden af te lossen, barst de financiële zeepbel. Dit veroorzaakt grote binnenlandse problemen en dwingt het land te kiezen tussen het niet terugbetalen van zijn schulden of het drukken van veel nieuw geld. Het kiest er altijd voor om veel nieuw geld te drukken. Eerst geleidelijk en uiteindelijk massaal. Dat devalueert de munt en verhoogt de inflatie. Voor de Nederlanders was dit de financiële crisis als gevolg van buitensporige uitgaven
en het betalen voor de vierde Engels-Nederlandse oorlog. Evenzo moesten de Britten betalen voor hun buitensporige uitgaven en hun schulden uit de twee wereldoorlogen. En voor de VS zijn er sinds de jaren 90 drie cycli geweest van hosses en bezes in de schuldfinanciering, waarbij de centrale bank telkens ingreep met strengere maatregelen. Wanneer de overheid problemen heeft om zichzelf te financieren, wanneer er slechte economische omstandigheden zijn en de levensstandaard voor de meeste mensen daalt en de grote welvaarts- en politieke kloven zijn, nemen de interne conflicten tussen rijk en arm en tussen verschillende etnische, religieuze en raciale groepen sterk toe. Dit leidt tot politiek extremisme, dat zich manifesteert als populisme van links of rechts. Links wil de rijkdom herverdelen, rechts wil de rijkdom in handen van de rijken houden. Typisch is dat in dergelijke tijden de belasting voor de rijken stijgen en dat de rijken, wanneer zij vrezen dat hun rijkdom en welzijn zal worden afgenomen, verhuizen naar plaatsen, naar activa en valuta's waar zij zich veiliger voelen. Dit proces vermindert de belastinginkomsten van het Rijk. Als de uitstroom van rijkdom erg genoeg wordt, verbieden regeringen het en zij die willen uitstappen beginnen in paniek te raken. Deze turbulente omstandigheden ondermijnen de productiviteit, waardoor de economie krimpt en er meer conflicten ontstaan over hoe de krimpende middelen moeten worden verdeeld. Bevolkingsleiders duiken van beide kanten op en beloven de controle over te nemen en de orde te herstellen. Dat is het moment waarop de democratie het meest op de proef wordt gesteld, omdat zij er niet in slaagt de anarchie onder controle te houden. En dat is het moment waarop de overgang naar een sterke leider van het volk het meest waarschijnlijk is. Naarmate het conflict in het land escaleert, leidt het tot een vorm van revolutie of burgeroorlog om de rijkdom te herverdelen en de nodige grote veranderingen af te dwingen. Dit kan vreedzaam gebeuren en de bestaande orde handhaven, maar het is vaker gewelddadig. Zo was de Roosevelt-revolutie om de rijkdom te herverdelen betrekkelijk vreedzaam en handhaafde zij de bestaande interne orde, terwijl de Franse revolutie, de Russische revolutie en de Chinese revolutie veel gewelddadiger waren en tot nieuwe interne orders leidden. Dit interne conflict maakt het Rijk zwak en kwetsbaar voor opkomende externe rivalen die deze binnenlandse zwakte zien en geneigd zijn het Rijk uit te dagen. Dit verhoogt het risico van een groot internationaal conflict, vooral als de rivaal een vergelijkbaar leger heeft opgebouwd. De verdediging van zichzelf en het Rijk tegen rivalen vereist grote militaire uitgaven die het Rijk zich niet kan veroorloven. Vooral omdat de binnenlandse economische omstandigheden in het Rijk verslechteren. Aangezien er geen levensvatbaar systeem bestaat om internationale geschillen op vreedzame wijze te beslechten, worden deze conflicten meestal opgelost door machttests. Naarmate grotere en gedurfdere uitdagingen worden aangegaan, wordt het leidende Rijk voor de moeilijke keuze gesteld om te vechten of zich terug te trekken. Vechten en verliezen is de slechtste keuze. Maar terugtrekken is ook een slechte keuze, omdat het de landen die overwegen aan welke kant ze willen staan, duidelijk maakt dat het Rijk zwak is. Slechte economische omstandigheden leiden tot meer strijd om rijkdom en macht, wat onvermijdelijk leidt tot een soort oorlog. Oorlogen zijn vreselijk kostbaar, maar tegelijkertijd veroorzaken ze tektonische verschuivingen. Wanneer degenen die de reservevaluta en de schuld van het afnemende Rijk bezitten hun vertrouwen verliezen en ze verkopen, markeert dat het einde van zijn grote cyclus. Ruwweg 750 munteenheden die sinds 1700 hebben bestaan, bestaan nu nog minder dan 20% en ze zijn allemaal gedevalueerd. Voor de Nederlanders gebeurde dit na hun nederlaag in de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog, toen zij niet in staat waren de enorme schulden terug te betalen die zij tijdens die oorlog hadden opgebouwd. Dit leidde tot een run op de bank van Amsterdam en een wanhopige uitverkoop, waardoor massaal geld moest worden gedrukt, wat de munt deed devalueren en het einde van het Rijk betekende. Voor de Britten gebeurde dit na de Tweede Wereldoorlog, toen zij ondanks hun overwinning de enorme schulden die zij hadden geleend om hun oorlogsinspanningen te financieren, niet konden terugbetalen. Dit leidde tot een reeks gelddrukken en verzwakte het Britse pond. De VS en de dollar werden dominant en creëerden een nieuwe wereldorde.
Op dit moment zijn de Verenigde Staten nog niet zo ver. Terwijl ze een enorme schuld hebben, meer uitgeven dan ze verdienen en dit tekort financieren met meer lenen en het drukken van enorme hoeveelheden nieuw geld. De grote uitverkoop van dollars is nog niet begonnen. En hoewel er grote interne en externe conflicten zijn om alle klassieke redenen, zijn zij nog niet de grens overgestoken om oorlogen te worden. Uiteindelijk komen uit deze conflicten, gewelddadig of niet, nieuwe winnaars voort die zich verenigen en de schulden en politieke systemen van de verliezers herstructureren en de nieuwe wereldorde vestigen. Dan eindigt de oude cyclus en het oude rijk en begint het nieuwe. En dan doen ze het allemaal opnieuw. Natuurlijk verlopen ze niet allemaal precies zo. Maar de meesten doen dat wel, zodat het lijkt alsof de verhalen van opgang en neergang in wezen hetzelfde blijven. En de enige dingen die veranderen, de kleren zijn die de personages dragen en de technologieën die zij gebruiken. Dus waar gaan we nu heen? De toekomst. De neergang van de meeste imperia is onvermijdelijk. Een neergang omkeren is moeilijk omdat daarvoor veel ongedaan moet worden gemaakt wat al is gedaan. Maar het is wel mogelijk. Door naar de gezondheidsindicatoren van het imperium te kijken, is het vrij eenvoudig om te zien in welke fase van de grote cyclus een imperium zich bevindt. Hoe fit hij is, of zijn toestand verbetert of verslechtert, wat kan helpen om te schatten hoeveel jaar hij nog heeft. Toch zijn deze schattingen niet nauwkeurig en kan de cyclus worden verlengd als de verantwoordelijken op hun vitale tekenen letten en deze verbeteren. Als men bijvoorbeeld weet dat iemand 60 jaar oud is, hoe fit hij is, of hij rookt of niet en nog een paar andere elementaire vitale functies, kan men de levensduur van de betrokkenen schatten. We kunnen dat ook doen met imperia en hun vitale functies. Het zal niet precies zijn, maar het zal een goed idee geven over de levensduur van het rijk. Het is meestal zo dat de grootste oorlog van een natie met zichzelf is, over de vraag of zij al dan niet de moeilijke beslissing kan nemen die nodig zijn om succes te blijven boeken. Wat wij als individu moeten doen, komt neer op slechts twee dingen. Meer verdienen dan we uitgeven en elkaar goed behandelen. Alle andere dingen die ik noemde, goed onderwijs, vindingrijkheid, concurrerend zijn en al de rest, zijn slechts manieren om deze twee dingen te bereiken. Het is gemakkelijk te meten of we ze doen. Dus laten we, net als mensen die fit willen worden, aan het programma beginnen en onze vitale functies verbeteren. Laten we dat individueel en collectief doen. Deze video is gemaakt op basis van Ray Dalio's nieuwe boek en videoserie genaamd New World Order. Ik zal de link in de beschrijving zetten voor de originele video. Als u een andere video wilt zien, klik dan op de video die u nu op het scherm ziet. Bedankt voor het kijken.